Instellingen en zo. Nee, probeer even Alt F4. Of Alt-G, of nee, voor mij is het Windows-G en Alt-Z of zoiets. Je moet ook inderdaad af en toe gewoon even Ctrl-Alt-Delete en Alt-F4 en Ctrl-W en zo gewoon een beetje random dingen klikken. Wat is Dit Ctrl-V? is een echte, En ook gewoon dit is een echte grappige dat je ook situatie. gewoon paniek ook gewoon in alle knoppen indrukt ook gewoon. Ja, Blinde dan komt het paniek. goed. Gewoon in blinde paniek gewoon. Oh, ik invite borderline. Dat is niet goed. Wippen geen fight. Ik heb borderline geen fight, dat is niet goed. Ik heb Pika trouwens nog steeds wie niet volgens mij. Was borderline ook alweer? Borderline irritant ben je, Dani. Zit Pika al bij ons erin of niet? Volgens mij wel, ja. Matig. Ah ja, oké. Okay. Wie is die andere streamer? Geen idee. Ga ik even. Dat vroeg ik letterlijk net aan Bika. Ja. Zo. Ja! Ik ga nog even ik naar heb de wc. Fucking bitch, ik heb ze gefixt. zo. Ga ik even pissen. One more thing before we go. Ah, Giannette. Giannette. Ah, Giannette. Hey, waarom mag Daan trouwens nog meedoen? Hij heeft echt super laat zijn dingen aangegeven. Weet ik niet. Wie? Gewoon Daan? Gewoon Daan. Wat is er mee? Wat is er met hem? Hij had heel laat zijn dingen aangegeven, maar ik weet de regels niet uit mijn hoofd. Zijn dat mag toch volgens mij? Dat mag toch volgens mij? Nee. Jens, jij weet het wel. Onze lead-coördinator. Daan had heel laat zijn aanwezigheid opgegeven. Mag Klopt. Waarschijnlijk gaat hij een reprimande krijgen. Want ik zei het ook al van. Reprimandes hebben we niks aan. Die jongen moet gewoon puntenmindering krijgen. Ja, daar hebben we. Ja, we dat moeten kan. Allemaal even Daan in de gaten houden wat die jongen gaat doen, hè? Die jongen, die is slim, hè, jongens? We moeten wel. Nou, even... Nee, hij heeft de vorige twee. Nee, hij heeft gewoon vorige nee, hij heeft, hij heeft de vorige twee kwalies heeft hij gewoon verkloot. Waardoor die. Omdat hij was te laat over de finish gaan om zijn kwalieronde neer te zetten. Nou, hij was echt letterlijk 1 seconde te laat. En daardoor kon hij niet meer. Zijn tijd neerzet en daardoor begon hij precies 11, waardoor hij precies de minimums kon pakken. Oh. En Fart. Precies, uiteindelijk iedereen zoekreed. Ja. Dus ja. Maar het is dus soft, medium, medium. De soft zijn best wel lekkere bandjes op dit moment. Maar ik ga nog even snel. Dus gewoon, drie soft kwalies rijden. Ja. We gaan op medium toch? Tenminste op balanced. Balanced, ja. Dat kwam echt heel overtuigend uit. Balanced, ja. Nee, ja, moet wel. Ik zie, hardest is inderdaad geen goed idee. Wacht, wie missen we nu nog? We missen nog Mercedes, dat is... De liefste juist iemand. Swing missen we nog. Haas. We missen nog een... Mitta, Swing, Mitta en Swing, Mitta en Killer Chrissy. Oh, Killer Chrissy kunnen we missen. Ja, toch?
Ja hoor. Ook jij hebt corona. Nice. Gefeliciteerd. Kom bij de groep, jongens. Oh, iedereen zit er nu in. Wat? Ja, wow. Iedereen zit erin. Echt, de hele lobby zit vol. Wow, dat is 3 voor 8. 3 voor 8. Spectator is zojuist een driver geworden. Dat gaat niet helemaal goed. Maar niet meer, oké. Okay. Hoezo? Nou. Nee, niks. Die toets zijn echt allebei level 50 bij me. Ja, welkom to the club. Welkom to the club. Nou, iedereen zit erin. Nou, ik ben oprecht trots op mensen, zeg maar. Dat ze het allemaal zelf hebben gedaan en niet zijn geliefd. Wie gaat het disconnecten, jongen, vandaag? Wie gaat het disconnecten? Maar moet de session nou op... Moet de session nou op invite only of friends only? Invite only. Wel, hè? Ja. En kan je mij, heb nog, ik nu, mij nog een reserve invite gestuurd? Nee. Kun je mij een reserve invite sturen? Stuur mij ook eentje. Oh, ik heb hem al. Dat heb ik letterlijk nu gedaan al. Oké, dankjewel. Dankjewel, liefde. Dankjewel. We houden van je. Alsjeblieft, waarschijnlijk. Nou, dankjewel, liefde. Wat? Ja. Oh, hij geeft er nog een aan mij. Oké. Okay. Oh, ja, ik ging een andere lijst af. Ja, eet hier die invite. Eet. Happen ga je, happen. Hé, hey, er is geen summer break in F1. Yes. Ja, maar hoe wil je dan doorgaan developen dan? Dat vraag ik me dan af. Moet ze ook een regel maken dat je meer parts mag gebruiken dan, toch? Nou, volgens mij is het gewoon in het seizoen zelf dat je mag developen, doordevelopen, though. Dit is één niet dat mensen stilstaan. Ja, het is één grote improvisatieshow, joh. Trouwens, boys, dus, hoe was jullie eerste digitale schooldag? Ik heb er nog nul gehad, want ze hebben het nog steeds niet. Het was maandag. Voor mij wel. Dat is best waar. Fucking leraar zet zijn camera aan en zien ze praten. En ik vind, oké. Okay. Ik heb gewoon nog lekker in pyjama achter die broodsteltjes zitten. Ja, nice. Maar dat gaat wel vervelen. Ik denk dat je echt gaat vervelen. Ja. Yeah. Oh, ik verveel me nu al, maar dat is omdat die leraar nog steeds, de leeromgeving nog steeds niet op hebben gezet. Oh. Dus ik zit al een paar dagen eigenlijk niks te doen. Ik zit nog wel projecten te doen. Waar blijven de deadlines van staan? Ja, dat weet ik ook niet, omdat mensen je gereddit hebben. Ready up! Wacht. Ja. Nee, is nog geen 8 uur. Ja. Ready up! Even. Jawel, over 3 seconden. Nu. Leugens. Nou, leugens. Leugens. Goed, leugens! Hoezo, het is 8 uur bij mij, hè? De trek staat op Australië. Ik schrok even. Hetzelfde als een car performance op realistic. Maar ik wist dat ik het al had veranderd, dus. Ja, gewoon balanced, hè? Dan krijg je extra medium voor in de race. Ja. Dat ook gewoon de dingen nu op balance staan. Jij bent nou slim. Weet ik. Ik ben heel slim. Je bent koulo, dom. Zo, wat... jij dan. Ja, klopt, is niet aardig. Nee, klopt. Ik ben ook niet regen, rustig. Regen. Nee, geen regen. Regen. Waarom wil je regen? Omdat het lach is. Regen. Van je bek! Regen. Echt zo, hij is bek gewoon. Gio, kunnen we de alvast nog onterven, zeg maar? Nou ja, kijk, het kan wel, maar ik denk dat veel mensen daar hogerop niet zo blij mee zijn. Hey, geen regen. Hey, Fronis is geliefd. Rip Fronis. Oké, de race is ook droog, boys. Ja. De race is ook droog. Ik zie het toch weer. Maar wie was er geliefd? Fronius. Man, wie de fuck stuurt me nou een appel? Even kijken. Ja, ik kan hem nu niet meer inviten. Ja, helaas. Dan moet hij maar niet leaven. Of gamecrashen. Vorige week was het exact hetzelfde met Mickey.
Ja, ik kan hem uiteindelijk ook niet joinen. Ik kan hem ook niet inviten. Even kijken. Gaan we op medium gelijk of gaan we... Oh, hij heeft er nog één. Ik ga gewoon 3 soft rondjes rijden. Okay. Ik ook. Maar jij mag best op medium, hoor. Wat voor klerenlijn ben je eigenlijk? Ja, deze mensen Thomas, gewoon 5 kilo meenemen, dat is genoeg. Ik heb 6. Thomas? Nou, 5 ja. Is zelfs te veel. Oh, oké. Okay. Ik heb 4 meenemen. Ik heb 4.1. Wow, maar dat is veel. What? Dat vind ik best knap dat je dat kan. Pardon. Charming is now playing House Flipper. Oké. Okay. Ja. Waar wacht ik op? Op wie? Op wie? Op mij. Hier, hier. Homo. Godverdomme, jongen. Ja, first driver, hè? Ja, ik ben de eerste rijder. Opgedonderd. Maar dat vind ik zo raar aan de ene kant, want ik zag je wel gewoon wegtrekken. Ja. Dat is een visual boy. Oh. Er is nog niemand achter ons of wel? Jawel. En, ga je inhalen, Gio, of wat ga je doen? Nee. Nou, mooi is goed lukken. Rijs, swing! Oh mijn god. Mensen hebben een brein ontwikkeld. Ontwikkeld nog wel. Ja. Dit is magic. Slechte tijd, zeg, voor mij. Ik reed echt veel te rustig. Oh, ik reed een ridge. Haha, kut, sorry. Oké. Okay. Een kut rond, trouwens. Tering. Ja, voor mij ook, jongen. Ik reed een 10-8. Een 10-8? Ik deed een 10-0. Maar dat is wel heel kut. Laat ik het houden, maar voor mijn gevoel geen mijn ronde, kut. Ah, Fenteno is snel. Ben je weer zo aan het flexen, hè? Dat is de klote wall of champion wat ik gooide. 10-3, kanker. Oh, konker. Oh, knikker. Oh, goed. Ik zag het al op time trial. Fintendo was even snel als ik. Het is echt kut. Ja, maar dat een race pace niet zo goed is. True. Maar goed, we zijn ook niet de beste, zeg maar. Ik heb echt een kut tijd, jongen. Een 10-0. Hoe dan? Oh, dat is wel echt kut. Ik heb een 10-3. Nee.
Jee, Ferrari kan tegen elkaar opboksen, jongens. waar zit Daan? Nee, ik denk ergens vooraan. Nou, hij zit niet eerst, tweede of derde namelijk. Ik heb niet het minimale fuel meegenomen eigenlijk. Is dat? Oh. Ik zei nog, je moet 5 kilo meenemen. Dat is zelfs zat. Ik had nu zelfs nog 0,5 over. Waarom? Ik 0,7. Doe je dan de outlap met Max? Gewoon, Daan heeft er geen tijd neergereden, what the fuck? Oh, het was een invalid tijd. Hij heeft wel een rondje gereden namelijk. Maar ik heb mijn ronde ook verkloot, ik merkte net. Ik ging ergens de spindik bijna achterkant gereden. Ik reed echt ultiem conservatief. Nou, dat kan je wel zien aan mijn tijd. Zou ik gewoon nu al gaan of verwachten? Ja, weet ik veel. Ik denk dat ik wel kan wachten tot 10 minuten of zo. Maar ja, kijk hoeveel mensen on track is en kijk waar het gat is. En dan go, go, go! Er komen nu mensen over start finish heen, dus ik wacht lekker. Wat de? Alright. Eigenlijk. Vrolin staat op mediums. Maar dat is nu al, dus ik neem aan dat hij wel nog naar de stops gaat. Jawel. Swing ook. Ja. I'm ready. Ja, ik ga ook weer. Ik verneuk het in de laatste bocht. Ik verlies alleen maar tijd. Wat dat? What? Ik heb mijn ronde verkloot. Ik weet of ik... Haal ik het nog een rondje? Nee. Kut, sorry. Je valt in de chicane. Oh.
Ik had niet invalid, maar ik gleed weer weg. Ik deed hetzelfde fout als net. Je gaat er niet mee dat ik deze tijd niet ga verbeteren straks. Kom op man, gewoon een beetje rustig aan. Niet al te veel risico nemen. Hoe kan Vitendo een 8 rijden? Een 8-6 of een 8-4 reed die grap? Hoe? Ja. Hoe de fuck deed die grap dat? 8-6? Dacht het? Ik reed 9-2 net. Maar ik verloor fucking veel tijd op de een of andere reden. Nee, hij rijdt een 8-9 man. 8-9. Paul? Ja. Paul is nog in zich. Ik ging paars tweede sector. Ik ook. Ik ook. Oh, oké. Maar ik heb mijn ronde nog niet uitgemaakt. Maar ik verloor in één keer 3/10 op de laatste bocht. Ik werd helemaal gek, jongen. Godverdomme. Ja, ik gleed te veel weg. Ik verloor hem bijna, dus... Ja, Daan staat voor me weer, hè. Waarom is dit altijd weer... Kutzooi. Hey, Thomas, ga je nu naar buiten? Nee, ga je nu binnen. Nou, Vintano gaat nu een rondje doen. Nou, eens kijken wat voor tijd hij rijdt. Oh, traction control. Oeh, hij raakt zo die mee. Beetje van Vitando. Wow, die heeft zware traction control, die Vitando. Oh. Kutzooi. Hij rijdt een snellere tijd hoor. Hij gaat weer een betere tijd te zetten nu. Ja, met fucking PC kan ik het ook hier. Doe het dan. Nee, fuck dat. Doe dan. Hè? Nee. Ah, waar gaat Jonsi heen? Oh, dat is een streamer. Yep. Hij gaat... Nou, wat voor tijd? 8. Oh. 200 of zo. Nee, 1000 is wel. 300ste ding? 3000ste, sorry? Nee, ja, echt met een paar duizend inderdaad, ja. Oh. Oké. Okay. Ik bedoel, ja, zo kan het ook, hè? Not scared at all! Not scared at all! Hey, Danny, reis even wat harder, grap. Ik doe mijn best, pik. Wat wil je nou? Thomas ook. Wat wil je nou? Oh, boy. Ik doe gewoon die laatste. Je gaat me niet zeggen dat je die 10-8 niet gaat verbeteren. Als dat gebeurt, jongen, dan ga ik gewoon quitten. Dan stop ik ermee. Nee, je kan nog best een inhaalrace maken. Ja, dat is ook zo, maar... Je kan andere strategieën gebruiken. 100% safety car. Safety car, 200%. Maak er 300 van. 400, 500 de laatste. Wat als het geen safety car is? Ja, dan verlies ik heel veel geld. Nee. Oh, heb je geld gewend, wat? Dat doen we niet bij Ferrari. Ja wel joh, geld redden op jezelf, niks mis mee. 3:30. Even denken, wanneer moeten we eruit? 1 minuut 10 is een rondje. 2 minuten of zo? We moeten oppassen dat je genoeg ruimte voor je in 8 jaar hebt. 2 minuut 20 of zo. Ik ga iets eerder hoor. Wanneer dan? 2:40 of zo. Dan al? Ja, 2:30 dan. Dan al? Oké, ik ga op 1 minuut 30. Oh. Retired. Ja, hij zit op de muur in. Ga je nu naar buiten? Danny! Ben naar buiten. Ik ga naar buiten, Thomas. Ik ook.
Ik sta 18 in de speedrap, what the fuck? Ja, ben slow. Hoeveel wing rij je? 3-6. Ja, dat is wel een beetje veel. Hoezo rij je 3-6? Ik rijd 2-5. Nou ja, maar niet uit. Huh? Komen er mensen aan of niet? Ja, voor Zindia, ja, maar niet voor jou. Laat mij maar voor anders. Hè. Ja, komt goed. Oh, ik zie gele vlag achter. Kom op, Chris. Wat ga je doen, Jens? Ga je hem er langs laten of wat gaat hier gebeuren? Ja, ik kom kom eraan. Ja, ik kan ook gewoon gaan, man, hier. Dat is ook geen probleem. Disqualified, gewoon dan! Echt? Ja. Ja. Lol? Hoezo dat? Hé, hey, dit wordt een shooting range voor pole position dus. Ik heb me geen validate. Oh, laat me zitten. Ja, lig al eruit. What the fuck heeft hij gedaan? Oké, wel, boys, ik ga hier. Wacht, dit is een next lap invalidated? Ah, zo mooi. Ah, ik kan nog steeds bij Daniel. Let's go! P8. P13. Netjes, man. Cool. Ik invalidate. Ik ben ook opgelicht, man. Wacht, Daan zit disqualified ook helemaal, dus hij begint echt letterlijk achteraan. Ik ga snel zeiken. Zijn tijd telt niet meer. Ik vraag me echt af wat Daan heeft gedaan. Ik ga het vragen aan mijn vader. Ja, is je vader terug van zijn honeymoon? Honeymoon? Wat? Daan heeft blijkbaar de pitlane geblokkeerd ofzo. Nou, die is gedisqualified. Weet je wat het nog kutter is? Tel. Wanneer je fucking voor je laatste lap in één keer this en next lap invalidated. Oh my god. Neem iets wijder net. Ongekend. Wow. Hey Mita, reis een beetje door. Oh. Wat doet die boy? Wie? Heeft hij gewoon eens ooit gehoord van AI of niet? Hij rijdt gewoon die hele gozer naar de galerie. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft Chukse AI gesloopt. En hij heeft... Waar is die andere? Hij heeft Pik omhoog zijn AI gesloopt. Waarom? Timothy's AI gesloopt. Maar op zich maakt het jij toch? Jawel, hij heeft 2x5 plaatsen voor gekregen. Ah joh, wacht, wat? 2x5 Christraaf, of niet? Ja. Oh ja, maar hij stond toch wel achteraan.
Dit wordt echt kut, jongen. Nee hoor, voel lekker dit. Ja, maar zou ik nog steeds op de soft starten? Of ik sta nu buiten de top 10 namelijk? Ja, dan gewoon. Dan kan je het erop gokken en op de medium starten, maar dat is. Medium, dan moet medium, je 100% medium zorgen soft. Dat je geen damage pakt. Ja, medium, medium. Maar ja, gewoon. Omgekeerd. Medium, medium soft. Ja. Gewoon je kan 30 laps met 2 keer mediums. En dan gewoon 8 laps, 6. Met de soft rijden. Ja, hoeveel, hoeveel laps kan je met een medium rijden? 12, 13 of zo? Ik heb 14 uitgerekend. Maar als je hem extend 15 naar 16. Maar dan moet je echt voor goede huizen komen, wil je niet doodgaan. Ja, precies. Oh ja, je moet niet spinnen. Ja, tuurlijk. Oh, detail. Write that down, okay. Ferrari. Yeah? Boys, wat doen jullie? Gewoon soft, medium, toch? Yeah. Ja. Ik ga een andere, ik ga soft, medium. Soft, medium, dat weet je toch niet? Je houdt ervan risico, ja, kan als, wel. Als het anders uitpakt, dan weet ik al wat ik gelijk moet doen, is naar medium overschakelen. Dus ik heb altijd nog speling. Ik hoor Discord opeens veel zachter, what the fuck? Iemand heeft dus in game gesproken. Ja, iemand heeft in game gesproken inderdaad. Daarom mute ik altijd in game eerst, voordat ik ergens begin. Ah, dit is kut, ik kan jullie echt niet horen nu. Hoe kan ik dat fixen? Dat werkt, ja dat. Maar dan gaat hij ook nog zachter, wist je dat? Wat, al dat hè? Ja, nee wacht, ik zou het gewoon niet, ja, ik zou gewoon lekker jezelf muten dan. Want, ja, je wil natuurlijk niet riskeren dat je straks een beurs krijgt door je alt-tap. Wacht, wie zijn vader zit naar Steam te kijken? Jens. Oh, kut. Mij nee. Oh. Wat is de banden? Waar zit de rest op? Allemaal op soft? Ja, ik heb geen idee, maar ik kan je echt amper horen ook nu. Zitten ze allemaal op soft? Weet ik niet. Vraag het eens! Ja, is goed. Wacht even. Papa! Pap, rijdt iedereen op soft? Wacht even. Wacht even. Rijdt iedereen op soft zeker of niet? Oké. Okay. Vanaf nummer 13 rijdt iedereen op medium. Ja, ik ben nummer 13. Ja. Ah, fuck, mijn middelvinger. Ah, ik vind het zo klote, hè. Jens kan gewoon wegtrekken en zeggen challenge. Nou. Ik heb Nintendo en zo. Altijd weer die pol pakken. Ja, maar die gaat je divebommen, kijk maar uit. Vronius is die zingt voor mij. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Succes jongens. Succes boys. Jij ook. Wat dat gewoon is. Nou, boys succes. Start phase, now let's build on it.
Oh my god, ik ben zo dom. Zegt hij terwijl hij een 2 seconden lead heeft. Ja, frontvleugels beschadigd. Oh. Oh. Same. Oké, okay, ik ben dood. Nee! Ik heb iemand laten spinnen. Ah, ik heb Timothy vermoord. Kut. Ja, ik reed vol tegen Timothy aan. Kut. Ah, ja, ik ben dood. Ah, nee. Boys, wat zou ik doen? Ik heb schade namelijk. Dat was kut. Hoe erg? De rechterkant is geel. Niet doen. Sure? Lekker op rondje 6 naar binnen gaan. Ja, joh. Oh, ik krijg hier echt een nice straf voor. Kut. Ja, Timothy neemt niet op, dus... Nee, ja, maar de stream wel. En de mensen achter me wel, en ik. Dus ik ben dood. Oh, ik heb ook gewoon een stop and go gekregen voor 5 seconden. Hoezo dat? Ja, ik reed tegen Timothy aan. Ik kon hem niet ontwijken. Oh, fucking kut. Ik moet gewoon een paar rondjes overleven met deze wing. Ah, oh, fuck zo, waarom moet ik nou tegen de muur aanrijden? Nou, voor zover het nog niet zo was, RIP Championship. Good story. Same. Ik sta nog eerst, maar ik heb front wing damage. Dat is fucking kut, dit. Oh, ik kan niet wegtrekken nu. Pit op left 6. En, 6 al? Gewoon naar de mediums gaan, 2 keer mediums. Gewoon vanaf lap 6 al? Oké, dat is misschien wel echt optimistisch. 7? Nee, ik hoor niet zo goed, daarom. Meer was meer een... Maar 6, ja, kan. Namco, blok me niet! Ah, je kan maar zien dat nou krijgen. Yes, nee, godverdomme, daar gaat mijn front weer. Kut Jortebeek weer. Wat een nee, tering. Nee, serieus, weer? Ja, jongen, die goos kan echt niet rijden. Ik dacht dat jij mag gecrashed was, Gio. Gio? Ja, ben jij nog hierachter of niet? Ja, ik rij in die Ja, maar ik dacht dat je gecrashed was. Nee, ik overleef nog. Je hebt iemand letterlijk crashen. Ja, ik heb iemand vermoord. Heel spijtig. Pik hem alweer eruit. Pik hem alweer ligt eraf. In bocht, in de final corner. Maar is hij dood?
Nee, anders hadden we het wel gezien. Maar Thomas, zou ik deze laptop maar pakken? Kan je doen, kan je doen. Ik ga even nadenken voor je. Kom je naar buiten op level 7? Level 7? Ja hoor, doe maar. Moet je 14 rondjes doen, easy. Omdat ik namelijk een stuk veiliger nu, omdat ik damage heb. Ah, mijn race space is echt niets. Kut. Oké, ik ben in de pits. Ja. Oh, oké. Iets stopt niet mis voor mij. Ik durf te twijfelen op welke lap ik naar binnen zou gaan. Aangezien ik nu vlot. Ik heb wel een aantal seconden verloren nu om vanwege die fucking pit te. Zou ik ronde 10 gaan? In plaats van 13? En dan een hard. Nee, nog een keer mediums en dan soft. Oh, Nanko. Laat mij er langs. Understood, stopping this lap. Ik verlies te veel tijd, ik ga nu. Wow, what the? Nee, ga jij ook nu, waarom? Ja, ik ben naar binnen geduwd! Ik was naar binnen geduwd! Ik dacht dat ik Nanko had ingehaald, maar blijkbaar niet. Ah, ik ben wel voor Jens geëindigd, dus dat scheelt, maar... Ja, ik moest mijn frontwing repairen. Ja, maar dit is niet de ideale plan voor mij, though. Want? Ah ja, ik ben naar binnen geduwd. En stonden ze ook niet klaar, zeker? Jawel, jawel. Ja, stonden klaar voor mij. Gelukkig. Ja, ik heb zijn banden gepikt, sorry. Gio, waar zijn Vintendo en Nanko? 1 en 2. Nee, Nanko is volgens mij ook naar... Nee, Vintendo is volgens mij naar binnen gegaan. Dat is niet opletten voor mij. Ik word nooit zo'n wereldkampioen. Als ik zo als een wanker rij. Lekker voor je. What the fuck, jongen. What the fuck, man? Ja, flikker op, man.
Mitta gaat opeens random naar rechts, gewoon. Schiet naar rechts. Fucking reservedrijver die hier niks mee te maken. Nou, top. Reus verneukt. Fucking hell, man. Echt. Zou ik naar de binnen gaan nu, tijdens safety car? Het is een virtual safety car, hè? Ja, maar toch. Waarschijnlijk reed dat niet eens. Echt, man. Echt die fucking reservedrijvers altijd. Oh ja, ik weet niet wat nummer 1 is zo. Dat is een blur. Ik ben echt helemaal klaar mee. Ik heb een drive-thru gekregen, serieus? Omdat ik te hard ging? Oh, ik heb 6 seconden nu. Fucking hell. Ja, mijn hele race is nu verneukt. Gewoon echt, ik kan hier zo niet tegen. Ja, schrip man. Oh, Daan, schade, hallo? Ah, dan kan ik hem net hier niet pakken. Ik heb een drive-thru gekregen omdat ik echt net aan te hard reed tijdens de virtual safety car. Ah nee, de DRS trein. Kut. Godverdomme. Ik heb nu een drive-thru penalty, ik moet zo meteen eigenlijk gewoon nog een keer pitten, want ik heb... Ah, kut. Wat, waarom gaat hij nu pitten? Dit is echt zo onlogisch, man. What the fuck. Ik had een drive-thru penalty en hij gaat gewoon pitten. Ik snap er echt helemaal niks meer van. Gewoon harder doorrijden. Ah, ik zit echt in een lastig pakket. Ik kom rechts. Ja, is goed. Ja, waarschijnlijk moet ik nu zelfs nog de drive-thru rijden. Of niet? Ik ga naar binnen. Oh, Nintendo, voorvleugelschade. Hallo, kom maar. Kom bij papa. Ik moet waarschijnlijk zo meteen nog een keer pitten. Want ik heb nu mediums. Oh my god. Oeh, ik lig laatste. Nice. Kom, jongen, ik had het makkelijk kunnen winnen. Ik reed zo weg, maar ik had damage. Kom op, pak Vitendo. Kom op, LaFerrari. Kom op, Scuderia! Kan er niet even een safety car komen?
Als dat gebeurt, heb ik nog best kans. We're trailing our teammate by 17.9 seconds. Het kut is ook dat het gewoon geen nut heeft om die middaad überhaupt te reporten, want het is een reservedrijf en het wordt hem toch neer. Nee, wel. Report hem alsjeblieft. Denk het niet. En dan? Ik rijd erachter namelijk. Oh, ja. Ik heb nu ook gewoon allebei mijn medium zo gebruikt trouwens. Ik heb geen idee waar ik zo meteen naar moet gaan pitten eigenlijk. Laat dit Redemption Day zijn. Ja, ik had ook nog niet gewonnen. Ik dacht, nou, deze win ik even, maar... Ik snap echt niet wat Mitha deed. Nee. Oh, nee. Nee, jij nog nooit, maar ik deed seizoen ook niet. Ik snap echt niet wat hij deed. We reden op de straat. En hij gaat gewoon random gewoon naar rechts. En daarna gaat hij de pit in. Yo, hij kwalificeert de laatste met 4/10 met het gat naar hem. Ja, daarom, maar hij kan er ook niks van, maar ik vind echt kut dat er zo'n iemand die race verkloot zonder enige reden. Ja, ik blijf gewoon rondjes rijden en ik zie wel waar ik eindig. Ik rijd nu de laatste op de arts. Ik hoop zo erg dat er nog even een safety car komt. Ik hoop het niet. Ik hoop het heel erg. Ja, voor jou, maar voor mij niet. Waar lig jij nou dan, Gio? Stel. Oh no. Hoe vaak heb je gepit? Eén keer. Eén keer. Ja, oké. Ja, ik heb al 2 keer gepit en een drive-thru gedaan. Nog steeds niet voor, what the fuck. Nou, ik heb ook 2 keer gepit, to be fair. Jij hebt ook echt ver voor trouwens, yo. Proberen weg te trekken. Ik heb ook 6 seconden aan penalties namelijk. Nou, de race is ook nog zo lang, ik heb helemaal geen zin meer. Hè. Kan iemand hier nog gewoon even expres gaan crashen ofzo? Nee, dank je. Ik zal het overwegen voor je, ja? Wil jij het misschien voor mij doen? Zou ik 25 seconden deployed? Slow down. Ah, dat is virtual. En Valkyrie staat in de Valve Champions. Waarom nou geen echte safety car? Fuck. Dat is gepatcht. Geen idee. End of the fucking PSA. VSC ending, we're going green. Maintain point.
water until the green flags. The track is clear. Green flag. Fuck is swing aan doen. Kom op, normale safety car. Ja, dit had best een echte safety car mogen zijn, want hoe heet dat? Ding is, Valkyrie, die had best wel op kunnen. Dit was best een harde crash. The fuck lult die swing tegen mij. Swing die voor me rijdt. Ga met mijn Steam message met again. Geen idee wat. Ja joh, hij zit de sessie te zitten leven. En te rejoinen. Dus ik denk dat hij eruit gekikt wordt. Nou. Ja, ik kan hem nu niet inviten. Ik ben aan het racen, fuck dat. De enige reden waarom Gio eigenlijk gewoon voor aanzet is omdat hij gewoon geluk heeft dat niemand tegen hem aan is gepost. Ja. Ja, dude. Ik kan je nu geen invite sturen. Dat ga ik echt niet doen, nee. Ik ver voor ook gewoon. Waarom wordt de hemel zo donker? Omdat het niet gaat regenen, maar als jij deze niet wint, jongen, dan ga je nooit winnen, denk ik. Inderdaad. Nou ja, ik heb een gap van hier naar Tokyo. Ja, je hebt echt een tering grote gap. Maar ik heb ook 6 seconden penalties, dus ik moet het gat nog groter maken. Wil ik hem een beetje goed hebben. Gap to teammate ahead is 19.7 seconds. You're losing a small amount of time to the car behind. Keep pushing. Ik ben bang voor Das Mickey. Je gaat pitten, Gio. Zeg maar, ik moet nu wel. That's P8. Eindig ik. Maar nu wel? Jongen, ik rij echt in the middle of nowhere. Ja, ik ook, jongen. Ik rij fucking 17. Niks aan zo. Ja, jezus, ik zie het. Pace lijkt ook echt nergens op, dus ja. Yo, Sam! Ga je door, schap! Sammetje heeft mijn race gemaakt. En Nankou, maar ja, Nankou doet dat altijd. Ah, 9 seconden. Oh, god.
Maar rijdt Daan. Zo zien dat Daan wel weer punten gaat krijgen. Omdat jij wel weer achteraan begon. Ja, voor mij rijdt Daan vierde. Ik ga even snel op de map kijken. Ah, serieus. Ik heb een plan. Krijgt die gozer weer voor elkaar, hè? Vanaf nu ben ik sowieso tweede rijden. Dan ga ik gewoon altijd Daan irriteren. Echt zo. Ik kan er echt niet tegen dat hij weer fucking quali kloot. Wel weer punten krijgt. Ik zei Pol. En ik krijg een van de fucking Mitta in mijn bek en doe je race. Ik heb ook eigenlijk geen idee waar ik naar moet gaan pitten zometeen. Oh, je moet nog pitten? Damn. Ja, ik haal het niet op deze banden. Jij wel dan? Ja, ik ga het gewoon proberen. Ik heb 23 en 23 links achter. En ik rij op deze bandjes sinds rondje 12, 13. Gio, ben achter je? Huh? Ik ben achter je. Oké. Okay. Dus? Let's get it, boy. Ja, het is nu Lion Lap time, maar ik heb weinig fuel. Dus ik moet meer met ERS spelen. Ja, ik heb 20, 20 en bijna 40 eigenlijk, achter. Ja, ga je niet halen. Nee, daarom. Maar dan moet ik eigenlijk naar de softs, maar ja. Ja, hoeveel randjes kan je op de soft? 10, maximaal, als het nieuwe softs zijn. 8 ongeveer, 18, oké. Ja, 8 tot 10. Ja, 8 tot 10. En rondjes 9 en 10 zijn echt niet leuk, zeg maar. Ik heb het nog geprobeerd even in single player. Echt jongen, als ik op de softs ga, dan komt nog een safety car. Oh, dat hoop ik zo erg. Same. Maar ja. Oké, nu moet ik gaan. Nu moet ik pushen. Er moet echt nu een safety car komen voor mij. Ja, gewoon nu inderdaad. Nu moet ik hopen dat niemand het verneukt. Oh my god, ik word aangetikt. Daan rijdt nog voor me? Oh ja. Huh. Cool. Hij moet zeker nog pitten, neem ik aan. Mag ik hopen of... Ik hoop het ook. Wat voor banden rijdt hij? Medium. Dan weet je het dus niet. Maar is die... Maar vraag is buiten de top 10 gestart. Hij rijdt 20, er stond 20ste. Vraag eens aan Jeff hoe oud die banden zijn. Oude mediums. Oké. Okay. 11 laps. Dat hij nooit. Die gaat nog een keer naar soft. Ik ben nu in. Ik ga naar soft.
release. Okay, stay clear of the white line on the exit. You'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Ik ga deze rond naar de softs. Caution. 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 Die vanuit op. Dit is dat. Oké, clear. Non-cow, in de pits. Oké, gap ahead is... Ja. Safety car! Yes! Safety car is out. Waarom? Ik ben net gepit! Oh my god, ik ben... kom precies nu de pit uit. Ja, maar wat, wat nu? Ik heb niks! Dit is weer van me gestolen. Huh? Oh, maar... Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Wie is er afgegaan dan? En waar? Geen idee. Staat een haas in bocht 2. Het zal ook eens een keer niet zo zijn, hè? Het is... Oh, het is een safety car. Ja, dat is een safety car. En Nanko is geliefd. Ja. Oh, what the fuck is met Nanko? Ja, dinges kon gewoon nu pit. Oké, ik stop met F1. Fuck deze kutspel. Echt. Hoeveel mensen gaan pitten zeker nu, of niet? Ja. Dinges is gepit voor softs. Het zit me gewoon niet mee! Het zit me nooit mee! Ik heb ook altijd pech. Drommels. Oh, dat kennen jullie toch wel, hè? Ja, tuurlijk. Pas hier fucking okay. Adriaan, jongen. Ben je 100? Ja, nee. Ik weet niet, misschien dat jullie... te jong zijn. Altijd die verdomde Bassie en Adriaan! Zak patat! Waar is de champagne? Ga ik de safety car wel catchen, jongens? Oké, ik sta 11e nu met nieuwe softs. Ben jij gepit, yo? Nee, maar ik zit te twijfelen. Zal ik nu gaan pitten of niet? Ik kan gebruikte softs pakken, maar... I don't know. Kijk uit, dus kunnen, moet even, ze kunnen niet herstarten. Kijk uit, ze kunnen niet herstarten. Ja, inderdaad. Mensen kunnen het niet. Mensen moeten even doorrijden, zodat we die fucking safety car snel... zodat we mensen kunnen inhalen als ze naar de pit gaan. Ja, maar wat moet ik nu doen? Ik heb een stressmoment. Wat is je gap daar? Oh, fucking Chuck is AI nu. Kut, sorry. Ja, dat is Chuck even schijten, zeker. Dat moeten ze ook verbieden hoor, AI gaan tijdens de race. Ik heb zo'n uitgaansmoment. Ik ben op soft en daar staan we op medium. Ja, ik heb een fucking AI voor me rijden, dus die rijdt niet door. Ik heb 5 terug. Seconden! Oh ja. Ja, dag race. Ik heb in totaal... 14 toch? Nee, 11 seconden aan penalties. Oh, 11? Ja, ik dacht dat je 9 had plus 5. Ja, ik dacht dat je 3 keer 3 had. Nee, ik had 2 keer 3. Ja, ik kan net zo goed gewoon opgeven, joh. Dit gaat er nergens meer over. Jezus.
Safety car in de slab of volgende lap? Gaat hij nu naar binnen of zometeen? Volgende, ja. Kan je ons nou horen, Jens, of niet? Ja, zachtjes, dus herhaling mag. Sorry daarvoor. Hey, Mitta pakt damage achter de safety car, het is echt een rol. Lekker voor hem. Karma. Hij heeft mij damage gegeven. Oh, dan ga ik gewoon niet naar binnen, wat een rol. Hoe kom je eigenlijk in de 5 seconden, Gio? Corner cut, zeker. Dat. Delta rijden. Oh. Nee, ik heb Delta gereden, maar ik kreeg... Ik cut een net een beetje van de baan. Ik rijd 16 en ik heb 2 warnings. Wat, hoe ga ik eindigen? Weet je wat kut is? Ik had ik reed op Delta, echt maar een beetje net iets krap. En toen zei hij, het stopt en toen zat ik echt net min 0, nog wat. Ik nog een vleugel. Toen kreeg ik meteen een drijfdeeltje. Echt jongen, wat een rol. Echt, mensen zijn nu een bal aan het warmen, maar dat heeft hem geen nut. Oké. Het is gewoon een 5-lapper. Ja. Ik heb letterlijk vandaag nu alles verloren. Godverdomme. Ja, shit happens, mate. Dat gebeurt gewoon. Zo, alles. Is er nog meer dan? Of bedoel je gewoon deze race? Deze race. Ja, oké. Nee, ik dacht dat je nog andere race of zo bedoel. Safety car in lap. Ja. Ja, en de overtaking na de finish pas, toch? Ja. Ja, als ik fucking de dingen schreef. Mag rij jij even aan Gio, of niet? Ja. Ja, oké. Okay. Ik mag de pace bepalen namelijk. Ja, precies. Oh, what the fuck? Dan gaan we niet begonnen. Jemig zeg. Het gaat echt stilstaan. Oh jemig, wat is dit voor pile-up joh. Ah! Ik had nog niet eens! Wauw, de game night is echt op man. What the fuck gebeurt hier? Ja, laat me langs. Oeh! De game heeft mij echt opgenaaid. Oh, wat was dat? Ja, geen idee. Oh, dit is gay. Wauw. Ik had de pace nog niet eens bepaald. Naar de start-finish wordt gewoon. Heb je het opgehouden? Ja. Waar rijdt Daan? Rijdt Daan vooraan of is dat iemand anders? Dat is Daan. Daan is gelijk gedesinkt, maar hij rijdt wel vooraan. Ja, ik ga retiren, fuck dit. Dit heeft toch geen... ja, handen. Ie, mijn gejord. Ja. Gewoon Daan is left the session. Lekker. Maar is dat de regel, dat gewoon automatisch... automatisch restart als je na de finish rijdt. Nee, toch? Ja, wel, jawel. Jawel? Ja. Ja, ah, dat is boels. Nee, dat zijn regels in Formule 1. Ja. Wat een lul. Maar er kwamen ook opeens 2 backmarkers gewoon door me heen. Ja, inderdaad, Fronius. Ja, en Sving. Goed. Ik heb geen zin meer. Ja, maar echt jongen, mensen kunnen niet herstarten. Het is zo erg. Nee, klopt. Het is echt puur chaos. Er kwam gewoon een auto kwam across en die raakte mij op het achterwiel en ik ging de muur in. Niks aan te doen. Pardon. Hoe was dat jij nou, Jens?
Jens? Sorry? Hoe ver rij je? Hoeveel? Vierde. Fuck, joh. Fucking Timothy, door jou verlies ik tijd, omdat die close komt weer in te halen. Oh! Oké. Ja. The fuck, mijn game lagt hem. Ik kan er gewoon echt zo niet tegen. Nee, ik ook niet. Er nergens op. Ik kan er echt niet. Klopt het dat ik eerste sta nu? Ja of nee? Ja. Geen idee. Ja. 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 Ik zit mee te kijken, je rijdt eerste. Mijn game lagt hem heel erg. Ik vind het niet leuk. Ik heb praktisch gewoon dit aan. Kan iemand kijken of Nintendo penalties heeft? Hoe zie ik dat? Kan ik dat zien als spectator? Race director. Ik kijk wel even race director. Ik ga voor je kijken. Nintendo heeft. Want ik kan je dat 6 seconden. Zes nice! Seconden. En Sammetje. Hoeveel heb ik eigenlijk? Ik weet het niet eens. Volgens mij ook 6. Race director Jens heeft. Maar ja, ik kan seconden. Het gewoon niet bevatten. Mijn game lagt hem echt heel erg. Ik heb echt letterlijk constant frame drops. Godverdomme, nee, dit gaat er nergens meer over. Jongen, ik heb echt enorm lag. Come on, Kimmy. You got this. Hoeveel penalties heeft iedereen, Thomas? Weet niet, man. Jij hebt er 6 in ieder geval. En diegene, die twee vormen? Nintendo heeft er ook 6. Sammetje ga ik nu even voor je kijken. Ik heb echt enorme lag, dit is niet leuk. Sammetje heeft 12 seconden straf. En Professor Timothy? We zitten op een kwart van 1/3 van de fucking kalender. Timothy heeft 3 seconden. Oké, okay, nou dan ga ik in ieder geval Sammetje nog voorbij, dan word ik 4 waarschijnlijk. Jens, denk je dat het nog mogelijk is om meter dan 100 kampioenschap als 1/3 of jongen 1/3 van de kalender afgelopen is? Geen idee. Zit ik binnen 3 seconden, Thomas? What the long fucking time! Woehoe, ja! Yeah! Yes! Ja! Yeah! Timothy zeg. Vierde nog, oké. Wat, vijfde opeens? Ja. Oh, diegene achter me. Dani, let wel, ik heb je dit gegeven als ik niet was gespeeld. Wow, jongen, jij kwam terug, hè? Jij kwam terug, hè? Oh, jongen. I shit it myself. Wat een kutrace. En Meta is nog uit. Oh, hoe dan? Ja, ik... Ah, jongen, ik kan echt alles en nog wat stuk slaan nu. Dit gaat er nergens over. Nee, in ieder geval gefeliciteerd, Dani. Ja. Oh, ja, lekker man. Je hebt geweldig gereden. Je bent bijna van... Hoeveelste stond je op de startgrid? 13e. Nou, van 13e naar 1. En jongens, de omgekeerde strategie werkt wel dus. Wat? Medium, medium, soft? Ja. Ja. Jongen, ik kan echt niet tegen. Er zit ook wel een luck factor in, hoor.
Er zit echt wel zeker een Ja, tuurlijk. Jongen, kijk wat er bij mij gebeurde. Bij jou gebeurde. Als je gewoon hier niet wordt doodgereden door retards, dan is het... Het was gewoon één grote tering, sorry. Ja, echt jongen. Ik heb niet eens zin om volgende week mee te doen. Fuck dit. Ik ga wat anders doen. Wat wil je gaan doen dan? Ja, niet dit. Dit is daar helemaal niks. Ik bedoel, ik zit gewoon best wel even te oefenen, gewoon een beetje time trial te doen. Ik steek er best wel tijd in. En als ik dan gewoon in twee rondjes er word afgereden door dingen die niet mijn fout zijn, het is elke race weer.